achter een vroegklassicistisch poortgebouw uit 1720 schuilt, vlakbij het centrum van Turnhout, een oase van rust. Het Begijnhof. De poort is voorzien van een beeld van de heilige Begga, patrones van Begijnen. Begijnen leefden kuis, net als nonnen, maar hadden geen eeuwige gelofte afgelegd. Op het hoogtepunt aan het eind van de 17e eeuw leefden er zo'n 360 Begijnen in het hof. In 1999 moest de laatste Begijn, de Nederlandse Johanna de Boer, wegens ziekte het hof verlaten. Sinds 1998 is het Begijnhof van Turnhout cultureel erfgoed. Het Begijnhof wordt voor het eerst vermeld in 1340. Maar de Begijnen woonden, werkten en baden waarschijnlijk al eerder, in de 13e eeuw, in Turnhout. De Loerdersgrot is in 1876 gebouwd. Dit Christusbeeld is uit het begin van de 16e eeuw. De kerk met barokke en gotische stijlkenmerken werd gebouwd tussen 1662 en 1667. De kerk is gewijd aan het Heilige Kruis en verving een oudere kerk die bij de ingang stond. Vele brandende kaarsen getuigen van een vast vertrouwen in de genezende kracht van Maria. Helemaal achteraan op het Begijnhof staat de neoclassicistische kapel van het Heilig Aanschijn, die tussen 1885 en 1887 gebouwd werd, naar een ontwerp van de Turnhoutse architect P.J. Taimans. In opdracht van grootjuffrouw Octavie van Genechten. Deze juffrouw wilde dat de arbeiders zondags naar de mis gingen, in plaats van naar de kroeg. De binnenplaats van de Infirmerie uit 1614 behoort tot een van de mooiste verborgen plekjes in het hof.